Sommige mensen denken dat goed eten duur moet zijn. Deze chef denkt dat hij een kookmeesterwerk kan maken van goedkope boodschappen. Dus, wie heeft er gelijk? En wie zal de oorlog van twee grote chefs winnen? Neil kan van koken een spannende show maken. Wauw! Jongleren en gevaarlijke vuurtrucs maken indruk op de gasten. Bravo! 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 Een echte maestro. Deze voorstelling is elke cent waard. Ik hoop dat je niet serieus bent. Dit is onzin. Waar betalen ze voor? Vriend, maak me niet boos. Het is oplichterij om geld van mensen te krijgen. Ik kan het beter doen. Ik ben hier een pro in. Ik doe mee. We zullen zien wie de beste is. Deal. Laten we beginnen. Hey, kijk uit. De eerste taak van onze chef zal een verjaardagstaart zijn. Theo zal in deze ronde duur eten gebruiken. De eerste laag van mijn wafeltaart is gemaakt van de fijnste melkchocolade. Dan gummiberen. Nieuwe biljetten zullen de taart luxueuzer maken. Oh, ik was het bijna vergeten. Topping! Perfect! Gelukkige verjaardag, Alice. Is dat vies geld? Haal het nu meteen weg. Een taart bakken met slechts twee ingrediënten? Je kunt sandwichbrood gebruiken als cakelagen. En dankzij onze chef's immense kracht kunnen we echte Nutella maken van hazelnoten. En natuurlijk een kaarsje voor de jarige. Geen kaars, geen verjaardag. In een paar minuten is de meerlaagse Nutella broodtaart klaar. Gefeliciteerd met je verjaardag. Wow, dat is nog eens een taart. Jee, heel creatief. Dat zullen we nog wel eens zien. Neil neemt de leiding. De koks zullen lunch koken voor speciale gasten in de tweede ronde. Nu krijgt Neil dure ingrediënten. Geluk! Dat moet onze gast zijn. Huh? Ik wil twee sappige hamburgers, oké? Okay? Ja, natuurlijk. Het zal moeilijk zijn voor Theo om een superheld te plezieren, want zijn ingrediënten zijn brood en brood. Laten we doen alsof het kaas is. Snijd de korst eraf. Rol het uit. En we hebben een dun plakje. En dit stukje wordt een hamburger. Dat is goed genoeg. Wauw. Hier is je bestelling, Superboy. Nou, laten we het proberen. Is dat een broodburger of wat? Het is wat het is. Dat is niet wat ik verwachtte. Superboy bedriegen is een slecht idee. Chef Neil heeft zijn eigen geheime hamburgerrecept. Hij beschermt het zorgvuldig van iedereen. Alle ingrediënten gaan in een pan. Zet de hamburgerkookstand aan en voeg dan wat kruiden en kostbare stenen toe. Het gerecht is klaar in een paar minuten. Wow.
dat duurde lang. Wat heb je? Smakelijk eten. Ah, wat is dat? Kryptoniet? Nee, dit zijn gewoon smaragden. Dat is eigenlijk heerlijk. Ik wist dat je het lekker zou vinden. Weer een punt voor Neil. De volgende taak is om eten in de film binnen te smokkelen. Laten we een muntje opgooien. Oh yeah, ik heb geluk. Hier is mijn kaartje. Wat zit er in je muts? Niets, hij is leeg. Ik ben een chef. Goed, kom binnen. Bestelling. Ik wil graag oesters bestellen. Alleen een bezorgd ninja kan eten langs een strenge bewaker smokkelen. Uw bestelling. Oh, bedankt. Theo heeft een unieke smaak. Hij besloot om stiekem uienparfum mee te nemen. Wow, het stinkt. Kom binnen. Wat is dat voor geur? Maak dat je wegkomt, stinkert. We kunnen niet ademen. Het is oké. Ik denk dat het een beetje te sterk is. Neil leidt weer. Neem dit. Woeps. De volgende ronde is een romantisch diner. Yes. Jee, ik heb weer dure ingrediënten. Hier, neem plaats. Muzikant, serenade. We hebben de beste spullen voor je vandaag. Ons beste dessert, de Golden Peak. Zo wow. Chic. Oh, mijn tand. Je cupcake brak het. Het was een ongelukje. Sorry. Ik heb een kans. Wat kan ik ermee koken? Er is niet veel om uit te kiezen. Nou, laten we beginnen. Suiker en water kunnen een lekkere karamel maken. Meng de ingrediënten en breng ze aan de kook. Nu moeten we wachten tot het afgekoeld is. En dan kan ik beginnen. Theo heeft een creatieve piramide gemaakt, maar er klopt nog steeds iets niet. Scheerschuim lijkt precies op slagroom. Niemand zal het verschil merken. Verbazingwekkend. Genoeg. Uw toetje, mevrouw. Huh? Wat is dat? Hier is uw toetje. Begrijp je het? Het is gelijkspel. En nu worden onze chef deelnemers aan een kookprogramma. Wie krijgt de dure ingrediënten deze ronde? Yes. Het is weer Neil. Wereldberoemde chefs Theo en Neil strijden in onze show vandaag. Het begint nu. Theo is zelfverzekerd. Hij is kalm en beheerst. Maar chef Neil is duidelijk angstig en kan niet beslissen waarmee hij zal beginnen. Kom op! Hij heeft een goede kans om te winnen. Ik ben klaar. Ik laat alles vallen. En dit is hoe Theo's culinaire meesterwerk eruit ziet. Nou ja, wat dan ook. We vragen ons af wat ze gemaakt hebben. Oké. Laten we het proeven.
Er klopt iets niet. Nu is het perfect. Goddelijke combo. Dit is het beste wat ik ooit heb gehad. Dus we hebben twee winnaars. Zie, ik ben de beste. De volgende taak voor de chefs is het starten van een streetfood business. Ik gooi het. Ga je gang. Yeah. Yes. Neil besloot om designer eten te verkopen. Waarom veel tijd besteden aan het koken en verkopen van eten als je snel rijk kan worden met één superduur gerecht? Meneer, koop het. Hij is gek. Designerfrieten, slechts 10.000. Neil heeft eindelijk een rijke klant gevonden. Ga je het nemen? Cool. Ik hoop dat ik genoeg geld heb. Natuurlijk, je hoeft je niet te haasten. Ik kom $500 tekort. Kan je me een korting geven? Nee. Tot ziens. Het lijkt erop dat Neil zijn enige kans gemist heeft om zijn peperdure frieten te verkopen en nu zal hij ze alleen moeten opeten. Theo heeft deze ronde havermout kunnen gebruiken voor zijn gerecht. Kan hij er geld mee verdienen? Havermout! Warme havermout! Wie heeft er nog niet ontbeten? Warm en lekker, geniet ervan! Wat heb je? Heerlijke havermout. Probeer eens wat. Ja, dat kan een goede vervanging zijn voor beton. Ik ben zo terug. Giet het in de emmers. Ik neem het allemaal. Zeker, hier. Bedankt, nog een fijne dag. Wat een geluk. Het winnen van deze ronde inspireerde Theo om te dansen. Maar Neil is woedend. Hij is niet gewend om te verliezen. De deelnemers staan op scherp in afwachting van de uitslag. En de winnaar is... Chef Neil! Yeah, ik heb het geflikt. Daar ga je. Je mag het houden, we zijn vrienden. De voormalige rivalen begonnen hun eigen restaurant en werden partners. Vond je onze video leuk? Verpletter dan die abonneerknop, like deze video en klik op de bel. Mis geen fascinerende video's van WooHoo Wow Motion.